Op een verscholen plek midden in het bos, in de buurt van Soesterberg, ligt commandobunker 600. Dit gebouw moest vanaf de jaren 50 van de 20ste eeuw bescherming bieden tegen een eventuele aanval met atoomwapens. Maar wat was de commandobunker nu precies? En wat het heeft het voor de naouderse geschiedenis van Nederland betekend? In deze video zoeken we dat uit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we terug naar de Koude Oorlog. In de periode tussen 1945 en 1990 was de wereld verdeeld in twee ideologische blokken. Het kapitalistische Westen onder leiding van de Verenigde Staten stond tegenover het communistische Oosten onder leiding van de Sovjet-Unie. De spanningen tussen beide landen waren groot en zorgden voor een grote wapenwetloop, waarbij de dreiging van een atoomoorlog voortdurend in de lucht hing. Als reactie op een eventuele atoomaanval vanuit Oost-Europa werd in Nederland begonnen met de bouw van een aantal verdedigingswerken. Commando Bunker 600 was een van deze bouwwerken. Tussen 1953 en 1954 werd deze bunker neergezet op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Deze plek was bewust gekozen omdat het een goed zicht gaf op de routes die vijandelijke vliegtuigen zouden gebruiken bij een eventuele aanval op Nederland. Bij een dergelijke aanval was Commando Bunker 600 dan het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht. In de bunker stond een team van hoogopgeleide militaire commandanten en stafleden klaar om alles in goede banen te leiden. De bunker had erom, naast dikke betonnen muren en een speciale luchtfiltratieinstallatie om bescherming te bieden tegen nucleaire, biologische en chemische aanvallen, een geavanceerd communicatiesysteem. Op die manier konden ze in contact komen of blijven met allerlei andere militaire eenheden en NAVO-partners. Als er een atoomaanval zou plaatsvinden, zouden er ongeveer 65 mensen drie weken lang in de bunker kunnen verblijven zonder hulp van buitenaf. Dat betekende dat er voldoende voedsel, slaapplekken en andere voorzieningen aanwezig waren. Onder de bunker werden diverse gangen aangelegd die konden dienen als vluchtroutes. Behalve de commandobunker 600 zijn er op het terrein nog meer bijzondere dingen te zien, waarvan de 18 shelters het meest in het oog springen. De shelters zijn grote loodsen waarin gevechtsvliegtuigen verborgen konden worden. Deze schelplaatsen waren gemaakt van golfplaat met erop een huid van gewapend beton, zodat ze een vijandelijk bombardement van 500 ponder bommen zouden kunnen weerstaan. De shelters staan op het eerste gezicht lukraak in het landschap. Dat is alleen bewust gedaan, zodat bij een eventuele aanval ze niet in één keer gebombardeerd zouden kunnen worden. Gelukkig is er nooit een atoomaanval op Nederland geweest tijdens de Koude Oorlog en verloren de commandobunker en de shelters hun functie. In de jaren 90 werden veel van de verdedigingswerken, vooral bunkers en commandoposten, daarin buiten dienst gesteld of gedemilitariseerd. De bunker werd niet meer actief gebruikt als militaire installatie en raakte in onbruik, net als de shelters. Tegenwoordig is commandobunker 600 open voor het publiek als museum. Bezoekers kunnen een rondleiding volgen door de bunker en leren over de geschiedenis van de Koude Oorlog en de rol van Nederland in dat tijdperk.